Het is belangrijk voor me. Je komt niet erg gelegen, want ik heb ook iets belangrijks te bespreken met Sil. Het is nogal persoonlijk, dus... En die informatie over die studie dan? Straks, mam. Goed. Wat voor studie? Amy, alsjeblieft. Bedankt voor je hulp. Ik ben tenminste even van dat gezeur af. En dat wil ik graag zo houden, ook wat jou betreft. Mag ik nu weer verder? Ik ben bezig met een nummer. Sorry dat ik Sam heb verteld dat jij Ricky nog steeds... Oh ja, bedankt nog daarvoor. Ik weet dat ik me achterlijk heb gedragen, maar daar was een reden voor. Wij hebben iets bijzonders. En Sam probeert er de hele tijd tussen te komen. Misschien wordt het met mij een beetje te bijzonder. Jij denkt toch niet serieus dat ik... Ik voel echt alleen maar vriendschap voor je. Ik zou niet eens verliefd op je kunnen worden. Nee. Nee, jij bent verliefd op Rover. Ik wist gewoon niet meer hoe ik me eruit moest redden. Daarom heb ik dat gezegd. Het spijt me. Rover interesseert me echt helemaal niks. En ja. Ik was blij dat Sam niet opkwam dagen, ja. Op haar feestje dronk ze zich ook al zo op. Het viel wel mee. Jij hebt een hoop meegemaakt, net als ik. En soms heb jij dingen echt totaal niet door. Dat vind ik juist zo lief. Zo leuk aan je. Je bent speciaal voor me, Sil. Ik wil dat niet kwijt. Jij toch ook niet? Nee.